Gisteravond zijn Jan en Mark aan boord gekomen en ze hebben niet echt lekker weer meegebracht. Kijk maar. We zijn nu onderweg van Alesund naar Ona. Dat is een klein eilandje wat een beetje uit de kust ligt. En we varen aan de wind. Er staat nu niet zo heel veel wind. We gaan morgen naar Bodo varen. We gaan helemaal niet naar Bodo varen, want we gaan naar een van de eilandje wat 60 mijl ten zuiden van Bodo ligt varen. En dat is ongeveer 275 mijl varen. Wat voor wind kunnen we verwachten? Vrij licht. Vrij licht, een beetje half, een beetje aan de wind. Het zal een beetje variëren tussen de 5 en de 12 knopen. Hopelijk meer richting de 12 dan 5. Het is een waanzinnig ingewikkeld en gecompliceerd schema. Het gaat er vooral om dat er altijd iemand mag slapen. En nog iemand mag slapen en de andere zijn best moet doen om minder te slapen. We gaan zo vertrekken richting Bodo. Dit is echt onbeschrijfd. Ja, echt. We gaan naar Bodo. Alleen de plek waar we nu heen varen is nog niet helemaal bekend. We blijven ongeveer 100 mijl onder Bodo. We zijn vanmorgen vertrokken vanuit Ona. We hebben een eerste stuk gemotord en inmiddels kunnen we zeilen. Maar het valt allemaal niet mee. Het is een grote klotsbak. De zee is heel onrustig. Lekker, even een slaatje à la Idris. Kaas en eitjes, tomaatjes, het wordt allemaal heerlijk met dit. Kijk eens! Al die kleurtjes! Ja! Hamburger tortellini salade. Een kleine 50 mijl varen op onze weg richting, richting Bodo. En het is een hele knobbelige zee nog steeds, maar we kunnen het grootste deel wel zeilen. Net eventjes de motor aangehad, we hebben lekker gegeten. En nu staat de motor weer uit, we kunnen weer een beetje zeilen. Het is bijna 11 uur 's avonds. De zon gaat zo onder. We zitten op 63,5 graden noordenbreedte. We varen zojuist langs het fjord waar Trondheim in ligt, 11:30. De zon is helemaal onder, een heel klein streepje.
Kijk wat we morgen krijgen. Het is nu middernacht. De zon is bijna helemaal onder. Zo'n heel klein streepje. Mijn wacht begint nu. Wacht van 3 uur, van middernacht tot 3 uur 's nachts. Dit is denk ik de laatste donkere wacht die we hebben op deze reis. Want de volgende wacht zal al wel, dan zal het al niet meer een hele wacht donker zijn. Het is nu 2:30 's nachts. Wat we noemen het holst van de nacht. Midden tussen het moment van de zonsondergang en de zonsopkomst in. En donkerder dan dit wordt het niet vandaag. Het is 3 uur 's ochtends, het einde van mijn wacht. En de zon komt dan weer op, daar in het noordoosten. We gaan de zon tegemoet en weer een prachtige stralende dag. Uit als een heel lekker ei. We zijn ongeveer 36 uur geleden vertrokken uit het eilandje Ona. We hebben hemelsbreed zo'n 220 mijl afgelegd. En we zijn nu bijna bij het eiland Vega. Daar ligt het in de verte, die bukkel. En we hebben een mooi baaitje gevonden op de kaart, wat mooi beschut ligt. En waar we vannacht heerlijk kunnen gaan slapen. We moeten nog eventjes door een soort mijnenveld heen navigeren van allemaal kleine eilandjes en rotsen die hier voor het eiland, voor de deur, verspreid liggen. Maar dat komt goed, we hebben een kaartplotter, dus dat is... We gaan hier de Anchorage in bij het prachtige eilandje Vega. Het is een beetje een smal haveningangetje. Ieder is in opperste concentratie. Ja, het is een smal gaatje. Ja, goed mikken. 4-5, 4-6, 4-8, 5. And the sky is clear. De Poolcirkel. We zijn bij het eilandje Viking. Het gaat helemaal goed. Hoe komen we dit? En het is prachtig weer. Nee, niet normaal. Het zonnetje komt helemaal door.